Welkom bij Waarom Daarom, vragen die in één minuutje zijn te beantwoorden, op te lossen of uit te leggen. En de vraag van deze week is... Oh jee, waarom worden mannen eigenlijk kaal? 7 op de 10 mannen worden namelijk op een gegeven moment in hun leven, als ze ouder worden, een klein beetje of zelfs helemaal kaal. Dat is dus 2/3 van de mannen. En niet alleen oude mannen, vergis je niet, ook vanaf je 16e tot je 50e kun je al behoorlijk kaal worden. Ik dus ook. Kaal worden heeft met 2 dingen te maken. 1, erfelijkheid, dus of je er aanleg voor hebt of niet. En 2, mannelijke hormonen. Kijk, een gezonde haar, zo eentje, die groeit gemiddeld zo'n 5 tot 6 centimeter per jaar. Na een paar jaar valt die dan uit en groeit er weer een nieuwe haar aan. En dat gebeurt normaal gesproken zo'n 20 keer in je leven. Daarna werkt zo'n haarzakje niet meer, verschrompelt het en weghaar. Maar bij mannen die kaal worden, doet dat haarzakje het al veel eerder niet meer. Dat komt door hormonen. Dat zijn regelstofjes in je lichaam die je lichaam zelf aanmaakt. En bij mannen is dat hormoon testosteron. Dat hormoon zorgt bijvoorbeeld voor de baardgroei of een lage stem. Maar datzelfde hormoon maakt een stofje aan en dat heeft u net weer invloed op die haarzakjes. En dan groeien die haren geen 5 jaar, maar nog maar een paar maanden. En dan verschrompelen de haarzakjes en word je kaal. Die haren die komen gewoon nooit meer terug. Maar 1 geruststelling, dat geldt alleen voor hoofdharen hoor. Andere haren zoals die onder je armen, uit je neus of uit je oren, ja, die groeien wel gewoon door. Laf hè? En het duurt jaren voordat je echt merkt dat je minder haar hebt. Je wordt ook niet meteen helemaal kaal. Vandaar bijvoorbeeld dat je deze man ziet met inhammen of een kale kruin. Maar een feit is wel, helaas, en dat is niet anders, dat bij witte mannen een kale kop en van die inhammen veel vaker voorkomt dan bij andere huidskleuren. Dat was hem weer. Waarom Daarom, tot de volgende keer.